Dag, beste leerlingen. Ik ben er niet. Ik zit ergens in het buitenland, in Kroatië. Volgende week ben ik er weer. Kun je langskomen in 108. Nu even niet, maar de les gaat wel door. En dat gaat in het kader van leren op afstand. Nou, 1400 kilometer is een redelijke afstand. Maar daarmee bedoel ik ook in tijd afstand. Want je hebt vandaag een uur, op 3 november heb je een P-uur staan gepland in magister. Het vijfde uur, maar je hoeft deze les niet specifiek het vijfde uur te gaan doen. Je kunt dat ook vanmiddag gaan doen of vanavond gaan doen. Maar het is wel de bedoeling dat je vandaag deze les helemaal doorloopt. Oké, laten we beginnen. Stap 1. Wil ik iets vertellen over een nieuw project waar je aan mee mag doen en misschien wel ook mee gaat doen. Het kan zijn dat we met deze groep van ons P-uur met z'n allen eraan mee gaan doen. Waarschijnlijk nog even in overleg. Maar in dat overleg hebben jullie input nodig. Dus jullie wensen hoor ik graag. En dan ga ik even naar vissen dit uur. Jullie zijn met een groep van 28 begonnen. Ik dacht dat ik plek had voor 30 leerlingen. Nou wisselt dat nog wel eens. Dan staan er ineens 24 in magister. Dan staan er 27 in magister. Dat begrijp ik niet. Maar daar ga ik nu even niet over hebben. Als jullie dat ook niet begrijpen, laat het even aan mij weten, want dan hebben we iets op te lossen. Als je denkt, nou dat klopt allemaal wel, dat ik er soms wel ben, de andere keer niet ben ingeschreven, dat dat wisselt. Ik vind het raar. Maar als jij dat denkt, dat hoort zo, dan oké. Okay. Als jij het ook raar vindt, laat het alsjeblieft even aan mij weten. Via Teams bereiken gaat vaak moeilijk als je nog nooit contact met mij gehad hebt via Teams. JRM is mijn afkorting. Maar je kunt ook even wachten tot ik op school ben en dan kom je dan even langs in 108 dus. Goed, het nieuwe project, dat heet een mooie term, dat is de Science Academy. Dat bestaat nog niet bij ons op school, maar dat willen we dat dat gaat bestaan. Dus we zijn daar in overleg wat dat zou moeten betekenen. De Science Academy, daarin werk ik vanuit de sectie informatica samen met de sectie techniek. En we willen uiteindelijk ook andere secties erbij betrekken, andere vakken, zodat leerlingen meer samen aan een project kunnen werken, waarbij ze meerdere vakken tegelijk leren. Dus dat je niet alleen met informatica bezig bent, maar bijvoorbeeld ook met biologie of ook met geschiedenis, informatica geschiedenis. Ja, dat je dus ontdekt dat die twee vakken ook met elkaar te maken kunnen hebben. Hè, dat denk je waarschijnlijk niet direct aan bij informatica en geschiedenis of biologie. Nou, de eerste die heel erg duidelijk is dat ze met elkaar te maken hebben, dat is techniek en informatica. Het is zelfs zo dat techniek tegenwoordig kun je niet meer doen zonder kennis te hebben van informatica. Heel veel technieken heb je software voor nodig om daar gebruik van te kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan 3D-printers of aan lasersnijden, de apparaten die we ook beneden in ons technieklokale of in het lab hebben staan. Daar heb je software voor nodig, moet je dus een computer bij gebruiken. Maar ook voor het maken van een ontwerp, dat doe je ook vaak op een computer, steeds meer digitaal en niet alleen maar op de tekentafel. Dus wij willen daarin samengewerkt. Maar ook in de maatschappij zie je dat techniek en informatica steeds vaker samengaat. Waar vroeger had je een paard en een wagen, mechanisch, leuk, bewoog. Toen kwam er een motor in en we hadden nog steeds over techniek en nog niet over informatica. Maar nu gaan we natuurlijk steeds meer verder toe naar een soort smart car, zelfrijdende auto, artificial intelligence, wat ingebouwd wordt in die techniek, om die techniek nuttiger te maken. Hoop ik dat dat het doel is. Soms is het doel ook alleen om er enorm veel geld mee te verdienen. Dat is ook soms het doel. Goed. Bij mij gaat het erom dat dingen nuttig ook gaan worden. Dus omdat dat nut, relevantie van wat je doet, dat groter te maken met informatica, willen we ook samenwerken met techniek. Dingen samen gaan doen. Nou, we zijn de eerste twee secties die zeggen, wij gaan onder Science Academy gaan we een project starten. En hoe we dat precies gaan doen, projectweken, dat weten we nog niet. Maar wat we als eerste gaan proberen is of we dit P-uur kunnen gebruiken om jullie enthousiast te maken voor dat idee dat informatica en techniek samengaan. En dat is eigenlijk de vraag. Word je enthousiast van dat idee? Dus dat je informatica en techniek laat samensmelten tot één leuk ding wat je maakt. Nou, even een voorbeeld noemen.
Bij mij leer je op dit moment, en dat blijf je leren, met Arduino werken. Printplaatje, sensoren erin. Wacht, ik zet hem even open. Dat heb ik ook weer even behandeld. Daar is die, tenslotte. Hier is onze Arduino. Hè, daar prikken we dan dingen in. Sensoren, die meten dingen. Die geven input aan die Arduino. En die processor, die kan een programma uitwerken. Dat we schrijven. Dus die rekent dingen uit. Dan denk ik, oh, de temperatuur is nu ineens boven de 22 graden. En dan moet uiteindelijk daardoor iets in beweging gezet worden. Bijvoorbeeld een ventilator. Om de boel weer af te koelen. Zo kunnen we een mooie robot maken hiervan. En daarom heet deze speler ook robotica. Dus dat kan ook werkelijk. Alleen stel dat je dat nou mooi in elkaar zet. Dit voorbeeldje. Een temperatuur, iets wat de temperatuur meet. En uitgaande van de temperatuur die daar binnenkomt, dat er dus een ventilator aangaat. Dat is een simpele oplossing. Dat kan veel ingewikkelder maken, maar laten we even dit simpel houden. Stel je doet dat. Je zet het in elkaar en dan geef je het aan iemand cadeau. Alsjeblieft. Ja, wat is dit voor draadeboel? Wat moet ik hiermee? Nou, dat meet de temperatuur en dan gaat de ventilator aan. Waar is die ventilator dan? Ja, nee, die moet je maar even zelf maken. Oftewel, je zal achterkomen, op het moment dat je echt iets wil maken van betekenis met zo'n Arduino, dan heb je techniek nodig. Je moet ook zo'n ventilator kunnen maken. Maar je moet ook een beetje mooie behuizing kunnen maken. Je kunt dan niet zo een draadeboel aan iemand geven, dat kan toch niet? Gewoon net een doosje eromheen. 3D geprint, laserprinten, figuurzagen desnoods. Gewoon daar iets moois van maken. En schilderen, mooi maken. En uiteindelijk lever je daarmee een product. Dus hier, daarin gaan informatica en techniek samen om tot een compleet product te komen. En dat is eigenlijk ons idee van techniek en informatica, dat we jullie helpen om concreet een ding te maken wat te maken heeft met robotica en wat te maken heeft met techniek. Dus dan kun je ook denken aan bijvoorbeeld een bestuurbare auto, een battlebot-autootje. Ja, daar heb je wielen, moet het onderstel, sturing. Dat is allemaal techniekverhaal natuurlijk, om dat echt te kunnen maken. De aansturing die je gebruikt, dat doet jouw Arduino. Dat is het informatica-gedeelte. Nou, wat je ook bedenkt qua robotica, ga je ontdekken dat je ook de sexy techniek, technieken van techniek, dat je die nodig hebt. Ook de materialen van die afdeling hebben we ook nodig om er echt iets moois van te maken. Dat geldt ook voor een escape room, voor al die puzzels die we zouden kunnen maken. Voor de smart garden, de sensoren die we in de bijenkast kunnen hangen. Ja, je kunt dingen niet zomaar in de tuin achterlaten, want nat, dat gaat roesten. Er moet iets omheen, er moet beschermd worden. Ja, dus al die dingen. Oké, en dat is dus ons idee dat we de komende tijd, dat is tot aan de Panterijnweek, loopt dit per uur. En dat we jullie de mogelijkheid bieden om 1 uur in de week informatica, robotica te werken bij mij. En dat andere uur dat projectje bij de afdeling techniek te gaan uitwerken onder begeleiding. Dan krijg je dus een andere docent of twee docenten die je daarbij gaan helpen om daar ook met die 3D ding dong dengels daarmee aan de slag te gaan. Het zou betekenen dat je donderdag het 5e uur bij mij dit robotica gaat doen. De helft van de groep. En de andere helft die gaat dinsdag het 7e uur. Dat is een Q-flex uur voor de bovenbouw. Dus niet voor jullie. Voor jullie is het 6e uur het Q-flex. Dus het 7e uur dinsdag techniek doen. Goed, ik hoop dat dit verhaal een beetje duidelijk is. En stel dat jullie dit laten kiezen. Het kan ook zijn dat we zeggen, we gaan gewoon de groep in tweeën delen. De ene week zitten ze hier en de andere techniek. Dus dat jullie allemaal dit proces doorlopen. Dat zou ik eigenlijk het beste vinden. En daar ga ik jullie voor motiveren. Ik denk, why not? Maar ik denk van, laat ook even horen wat je zou willen. En dat we gaan dan proberen rekening mee te houden. En hoe ga je dat doen? Dan ga je in LessonUp, waar je nu al in zit als het goed is. En dan zie je een vraag. Lijkt het je leuk om aan de Science Academy mee te doen? Dus dit verhaal wat ik net gehouden heb, verhaal niet helemaal begrepen, spoel even terug het videootje. Vind het leuk om daar aan mee te doen? En dan klik dan even aan, like je dat wat? En zeg, nou, ik wil liever bij het oude blijven, waarbij ik dus gewoon elke donderdag het 5e uur informatica alleen maar robotica doen. Dat kan ook. Nou, dan vind je dat dus niet een goed idee, die Science Academy. Maar als je wel de combi techniek en informatica om de week wisselen, dat leuk lijkt tot aan de Panterijnweek, dan. Nou, maar even positief invullen. Oké, ik schuif even dit rondje weg. Want dan krijg je daarna een andere vraag. En dan van, voor welke optie kies je het liefst? Nou, je ziet die vraag vanzelf komen.
Dat is het dus van, wil je 10% techniek en 90% robotica, wil je 30% techniek, 70% robotica, 50% techniek, 50% robotica. Nou, hè, welke optie kies je dan? En bij robotica gaat het dus over dat informatica gedeelte, het werken met de Arduino en dat werkende krijgen. Voor welke van die vijf opties zou je dan kiezen? Oké, ik ga even terug naar de cursus. Ik zie je daar zo weer terug. Vul even de enquête in en dan kom je vanzelf uit bij de volgende video met wat uitleg van mij. Ja, doei en de toedels.